kom wel lekker iets dichterbij. Oh, dat vind ik knus. Lekker knus, lekker sexy. Lekker huiselijk. Gewoon lekker huiselijk. Twee gezellige Hollandse heren. Juist. Klaar om het te hebben over de wonderenwereld van games. Welkom bij Stelling van de Week. Dit is Mike. Dit is Tom. Aangenaam. En stel ook vooral jezelf voor. En de bedoeling is dat we bij Stelling van de Week elke week een leuke stelling pakken over games. En dan gaan we daar gezamenlijk over hebben. Dus jij en ik, Mike en ik, iedereen eigenlijk. Gewoon lekker door elkaar, kriskras lullen. We hebben een hele hevige stelling. Want Mike die kwam op de zaak en die zei, jongens, we moeten het echt eens een keer gaan hebben over de Epic Games Store. Ja, kent u die? Van de makers van Fortnite en een heleboel andere dingen. Maar nu, eigenlijk hoef je alleen maar Fortnite te zeggen. Dan beginnen mensen al te klappen. Yeah, fuck yeah! Die hebben nu ook hun eigen launcher en die gaan het opnemen tegen Steam. En daar is nogal wat over te doen, heb ik het idee. Nou, dat idee, dat heb jij niet alleen. Nee, dat heeft iedereen. Iedereen is dat boos. Iedereen wil ik niet zeggen. Mass Effect Exodus heeft nog steeds 2,5 miljoen keer verkocht. Prima. Niet slecht. Ja, ook op console. Het was 2,5 keer zo goed als het vorige deel op Steam. Oh ja, op die feed. Okay, ja. Dus Epic doet wat dingen goed. Ja. Ze kopen een heleboel exclusives op. Daar worden mensen soms pissig over. Wat ik begrijp, maar het is natuurlijk wel wat ze moeten doen. Dus ze hebben bijvoorbeeld Metro Exodus hebben ze op het laatste moment weggekocht van Steam. Mm-hmm. En toen zei 4A Games van prima, geef ons die zak geld. Dan is onze game een jaar lang exclusief voor de Epic Games Store. Dus niet te verkrijgen op Steam. Dat is nu een beetje het plan wat Epic Games over het algemeen nou best wel aan het uitrollen is. Want je zag het bijvoorbeeld ook bij The Outer Worlds, de nieuwe RPG van Obsidian. Die gaat ook een jaar eerder naar Epic Games Store en dan pas naar Steam. En zo zijn er wel meer. Ook Control, de nieuwe game van Remedy. En sowieso Ashen. Ondertussen, Ashen was ook ineens out of nowhere, was het uit. En alleen maar op Epic, niet op Steam. Er zijn best wel veel. Epic is een beetje zieltjes aan het graaien, maar ik heb het idee dat het niet werkt. Nee, ze treffen er vooral heel erg veel controverse mee. Ja. En elke keer ook op YouTube, zoek eens verder zou ik zeggen, zoek eens naar video's over die controverse. Elke keer staat er weer een advertentie van Epic Games Store en kijk naar al onze mooie exclusives. Kijk naar onze mooie exclusives. Oké, dus Epic Games Store is hier, het is hier te stay, ik wil het opnemen tegen Steam. Zullen we die stelling erin gooien? Laten we de stelling maken, Epic Games Store gaat winnen van Steam. Dat is de stelling. Dat is een mooie stelling. Oké, nou wil ik van jou horen, eens of oneens. Momenteel eens. Momenteel helaas. Eens? Oké, dat had ik niet verwacht. Nee, Epic Games zegt, oké, wij gaan de concurrentie aan met Steam. Mm-hmm. En proberen op die manier de game-industrie een betere plek te maken, zeggen ze. Deels ben ik het daarmee eens. Want ze maken het voor ontwikkelaars beter. Ze hebben een betere share richting de ontwikkelaars. Precies, zeker. En die ontwikkelaar die kan er dan vervolgens voor kiezen om een tientje van de prijs af te trekken. Sure. Uh-huh. Maar dat komt niet van Epic. Dat is van de ontwikkelaar zelf. Ja, okay. Dus voor ons de gamer, nee, maken ze het momenteel niet een betere plek. Ja, en jij zegt ook, hun visie is dan om de industrie beter te maken. Mm-hmm. Maar dan kom ik heel erg aan op het punt, op het moment zijn ze de industrie een beetje een paar stappen terug aan het zetten. Ja. Want een gevolg van wat zij doen met het zeg maar, aankopen van al die exclusieve titels, is dat heel veel gamers daarop gaan zitten en zeggen, ja oké, als je dan niet naar Steam brengt, dan ga ik hem niet kopen of dan ga ik hem gewoon downloaden, illegaal. Mm-hmm, En we zijn eigenlijk net uit een aantal moeilijke jaren gekomen voor PC-gaming, waarbij zeg maar, piraterij was zo groot dat heel veel mensen hun game niet meer naar PC wouden brengen. Dat is een aantal jaar lang geweest. Toen kwamen we daar uiteindelijk uit, vooral ook omdat dingen als Steam zo gemakkelijk werken en dergelijke. Alleen nu zorgen ze ervoor, omdat ze zo hardball spelen en omdat ze exclusives afkopen en omdat mensen nog niet klaar zijn voor de Epic Games Store, zeggen ze van, oké, dikke vinger dan maar naar en Epic en die ontwikkelaar die zich nu lieert aan Epic, dan ga ik het wel lekker downloaden. En dan ben je weer zeg maar, het PC-platform weer het graf aan het graven. Dat, zeg maar. Ook dat ben ik met je eens. Ja. Zoals ik al zei, voor ontwikkelaars maken ze het een betere plek, want ze krijgen veel meer geld. Ze krijgen hulp bij ontwikkeling, financieel en... Ja. Ze helpen met ook de Unreal Engine en dergelijke. Is ook van hun, werken ze ook aan mee om dan te zeggen van... Oké, maar als je het naar de Epic Games Store brengt, dan hoef je niet te betalen voor Unreal Engine. Precies. Hoppatee, heb je een hele goede engine voor NOP. Dat is slim en goed voor de ontwikkelaar. Precies. Ja. Maar voor ons de gamer, wij worden er alleen maar boos van, omdat inderdaad Steam heeft Metro Exodus niet, heeft Control niet, heeft The Outer Worlds niet. De Division 2. De Division 2 niet. En dat vind ik dus inderdaad zo jammer, want concurrentie tegenover Steam is welkom.
Ja, want, zeker, want Steam heeft een monopoliepositie. Precies. Monopolie is nooit goed voor de consument. Dus inderdaad, het is goed dat er iemand zegt van... Hey Steam, we gaan het tegen je opnemen. Juist. Alleen, zijn exclusives dan the way to go? Je moet met betere services komen. Precies. Steam loopt achter op services. Niemand chat via Steam, je chat via Discord. Juist. Weet je wel, daar zit je voice chat. Daar ben je mensen aan het joinen in hun game. Daar heb je het over games. Er zijn zoveel punten waar Steam... En daar heb ik het al heel lang over gehad. Mm-hmm. Ook in verschillende podcasts en dergelijke. Ik zeg, Steam loopt zo ontiegelijk achter op bepaalde feiten. Ja, ze hebben een heleboel games. Maar dat is het enige wat ze hebben. Ja, misschien is het dan ook wel slim om ze daarop aan te vallen. Het enige wat ze hebben, de games. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van... Epic, als je nou eens even gewoon goed had nagedacht... En gewoon meer doet met, zeg maar... Weet je wel, het sociale aspect. Precies, waar Steam ontiegelijk hard op achterloopt. Of weet je wel, goede UI en dergelijke. Mm-hmm. Ja, er zijn heel veel dingen die Epic nou ook niet zo heel goed oppakt. Je zei net, mensen zijn nog niet klaar voor de Epic Game Store. Ik denk dat andersom geldt het ook. De Epic Game Store is nog niet klaar voor mensen. Nee, de Epic Game Store is nog niet klaar voor gebruik. Ze lanceren zonder refund functie. Precies. Er was een heleboel missende informatie op bepaalde gamepagina's. Mm-hmm. Ze werken nu wel aan een heleboel dingen. Ze hebben een mooie roadmap geproduceerd. Van, hey, dit komt er nog allemaal aan. Maar ik vond vooral jouw take op toen ze die roadmap onthulden, vond ik heel sterk. Want jij zei namelijk, dit laat vooral zien wat Epic niet heeft. Ja, ik bedoel... He, achievements hebben ze niet eens. Nee, dat is belangrijk. Hoe lang geleden is het dat je een game hebt gespeeld zonder achievements? Alles op de Nintendo Switch. True. Maar nee, achievements horen er echt bij. Precies. Trofies halen, dingen kunnen laten zien aan je medegamer. Van, kijk, ik heb dit al gedaan. Dat kan overigens sowieso niet, want er zijn ook geen enkele social feature. Epic nog niet eens een vriendenlijst. En dat is waar ik echt dacht van Epic. Dudes, jullie zijn de gasten van Fortnite. Van Fortnite waar, een game die juist draait om lekker samenspelen op de maten ook, weet je wel. Ongeacht op welk platform ze zitten. Dat doen jullie supergoed. Maar waarom is er dan niet gewoon een vriendenlijst en een chatserver en... Nou ja, whatever. Ze hebben een heleboel punten waar ze gewoon niet zo... Sterk zijn. Ja, ze staan nog niet zo sterk, maar ze proberen het goed te maken door... exclusives op te kopen, terwijl dat dus slordig gebeurt en het kan averechtse gevolgen hebben. Voor de industrie ook, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Maar het is ook een kwestie van, je haalt de flexibiliteit weg. De Epic Game Store is dus voor PC. Mm-hmm. En dat is altijd het platform van de vrijheid geweest. Ja. Snap je? Alle resoluties. Alle resoluties. Whatever. Toetsenborden, controllers. Koop je eigen PC, stel hem zelf samen, maak het zo gek als je wil. Precies. Ja, er is altijd vrijheid. En ook de vrijheid om voor Steam te kiezen. Ja, of desnoods voor een schijfje. Ja, die ontnemen ze wel hard, ja. En dat is nu dus minder. En dat zie je ook met de console war. Die exclusives, of zeker de timed exclusives. Ja, dat doet niemand goed. Nee, niemand is blij om te horen van... Oh, Rise of the Tomb Raider verschijnt een jaar eerder op Xbox One. Precies. En daarna PlayStation 4. Zo van, ja, alsof daarvoor mensen ook hals over kop een Xbox One zouden kopen. Precies. Nee. En dat is dus een beetje hetzelfde met de Epic Game Store. Ja, die exclusives... Dan wacht ik wel een jaartje desnoods. Ja. Als ik dan de game met achievements kan spelen. Dan vind ik het wel weer gek dat jij juist in de stelling meegaat en zegt van... Ja, Epic Games wint wel. Terwijl jij ook best wel... Je bent heel sceptisch. Ik ben tegen de praktijk, hè. Maar ik... Voor het platform. Nee, ik ben ook niet voor het platform. Maar ik denk wel dat ze momenteel... marktaandeel van Steam aan het afsnoepen zijn. En dat gaat dan misschien niet zo snel als Epic zou willen. Nee. Maar het gebeurt wel. Ja, het gebeurt wel. En dat is voor de industrie, of voor de consument zou het goed kunnen zijn als er meer concurrentie is. Dat absoluut. Tegelijkertijd snap ik heel veel PC-gamers dat ze zeggen van, ik heb al Origin, ik heb al Uplay, ik heb al Steam, ik heb GOG voor één game, ik heb Humble voor een andere game, ik gebruik Discord, Nitro op bepaalde shit. Mm-hmm. Dan is Epic erbij wel weer kut, weet je wel. Absoluut, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, maar momenteel, als je zegt, Epic Games verslaat Steam, puur of ik dat leuk vind of niet, ik denk wel, Epic Games is momenteel sterker bezig dan Steam, juist omdat Steam niet terugslaat. Nee. Ja, ze roepen af en toe eens van, ja, die exclusives, dat vinden wij niks. Ja, dat tuurlijk, snap ja, ik. Ja. Maar ze doen niks concreets. Maak terug. Half-Life 3 dan. Of, juist. Doe iets, ja. En dan het liefst niet in de vorm van een kaartspel. Ja. Als je meekijkt. Steam is een beetje aan het flunken op bepaalde regio's. Als je kijkt dat ze hun vriendenlijst shit hadden geüpdate. En het oogde nog steeds alsof het 10 jaar outdated was, weet je wel. Precies. En Epic doet een aantal dingen wel heel slim. Bijvoorbeeld de hele creator codes en dergelijke. Dat ze bij content creators zeggen van... Oh, als mensen jouw code gebruiken, dan krijgen jullie een sneetje daarvan. Dat is heel slim dat ze de content creators omarmen. En dat is iets waar Steam ook nooit aan gedacht zou hebben. Nee, terwijl ze hebben... geprobeerd om de streaming wat via Steam te laten gaan. Ja, maar dit soort dingen had dat gewoon
kunnen stimuleren. Ja. En dat doen ze dan niet. Nee, dat is, ja. Steam zit een beetje op zijn dollars. En je kunt veel zeggen van, heb ik ook op zijn Fortnite dollars. Maar die Fortnite dollars die stromen wel naar de 4A games. Die stromen weer terug de industrie in. Deels gaan ze weer terug. Precies. Er gaat weer meer development naar de Unreal Engine. En dat is goed voor de industrie. Dus in die zin... Ja, nu zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Epic Games op sommige punten er nobeler voor staat. Ten opzichte van de industrie, misschien niet zo ten opzichte van de consument. Nee, dat is het. Momenteel inderdaad zijn ze nog niet zo consumentvriendelijk. Ze hebben aangegeven, op een gegeven moment gaan we kappen met al die exclusives. Want ja, dat is goed. Dat vindt niemand leuk. Iedereen wordt boos op Epic als we weer een control aankondigen die alleen naar de Epic Games Store komt. Ja, bij control dan waarschijnlijk minder. Control iets minder, maar The Outer Worlds, Metro Exodus. En iedereen ze maken het goed door elke twee weken een game weg te geven in het eerste jaar. Dus dat is wel... Dat is inderdaad. Er zijn wel pluspuntjes aan. Maar dat is wel klanten lokken. En dat moeten ze ook doen. Ja, je moet klanten hebben. Om inderdaad Steam te kunnen beconcurreren, heb je klanten nodig. En gratis games, ik zou het verstandiger vinden van Epic als ze het daarbij hielden. Bij die gratis games. Ja. Dat ze die exclusive gewoon kappen, want dat levert alleen maar ophef op. Ja. Die gratis games, is iedereen blij mee. Ik bedoel, Subnautica gewoon gratis. Dan vinden mensen geen probleem om een extra installer en een extra launcher erbij te hebben. Want het is van, het zijn gratis... Wacht, gratis games? Ja. Oké, dan wil ik wel. Daarom heb ik hem ook geïnstalleerd. Ik claim elke twee weken die games. Ja, dit is, of groot speel. Ik heb al die games al, dat is zo jammer. Dat is inderdaad... Ja, Subnautica, die heb ik al, weet je wel. Slime Ranger, die heb ik al. Ja, ik had ze dus allemaal nog niet. Dus voor mij, ja, prima. Ja, dat werkt, ja. Maar dat is oprecht het enige dat ik met die hele Epic Games Launcher doe. Je ook geen Fortnite, is niet je ding. Nee, ik heb zelfs PUBG overgeslagen. Dus, ja, dan houdt het al op, ja. Voor mij is dat de reden om Epic Games geïnstalleerd te houden. En verder, Metro Exodus 2020, ik vind het prima om te wachten. Ja, nee, kan ik ook wel achterkomen, hoor. En dat heb ik eigenlijk ook met al die games die Epic exclusief maakt. Zolang je maar niet gaat piraterijen, nee, vind absoluut. Ik het goed. Precies. Ja, dan wacht ik wel een jaartje, weet je. Want ook met piraterij heb je... Geen dingen als achievements of social features. Sowieso, laat het gewoon legaal houden. Als je nou denkt van, ik ga hierdoor illegaal downloaden, wacht dan gewoon op de Outer Worlds. Ja. Wacht dan gewoon op Control. Er zijn zat games. Ga niet illegaal downloaden. Werk aan je backlog. Werk je backlog af. Steam, daar heb je waarschijnlijk 200 spellen die je nog nooit hebt aangeraakt. Ga daar een jaartje mee bezig. Ja. En ga dan Metro Exodus of Control spelen. Wat je ook doet, probeer de industrie niet te naaien. Precies. Zullen we dat gewoon... Ook een tip voor Epic. Wat je ook doet, probeer de industrie niet te naaien. Dat is waar we voor gaan. Om terug te komen op de stelling. Ik ben het momenteel niet eens met de stelling. Maar ik zou zeggen dat er wel een wereld bestaat waarin Epic Games over Steam heen walst. Als ze die dingen tackelen die wij juist genoemd hebben. En als Steam ook niet terug gaat aanvallen. Wat jij ook zegt. Steam is echt... terug aan het hangen. Ja. En ze moeten echt ook klappen uit gaan delen als ze die toppositie willen behouden. En niet gewoon zichzelf stilhouden en gaan miepen als er weer iets weg wordt gesnatcht. Nee, dat is ook gewoon kapitalisme, Steam, want dat je verwacht. Ja. Dus we hebben ziekelijk veel geld van al jullie CSGO monies. En dat is het waarschijnlijk. Ze zijn geen concurrentie gewend en weten echt niet wat ze moeten doen. Wat? Er zijn gewoon mensen die gewoon ons na kunnen doen en het dan beter doen? Ja. Hou op! Waarom hebben ze geld? Hebben geld! Ja. Hou op! Ga weg, Epic! Maar dat is de houding die Steam nu heeft. Ja. Ze zijn niet zo van, dan gaan we de consumenten terugwinnen. Nee, dat zeggen ze niet. Ze houden hem gewoon stil en zoiets van, precies. We hebben nog wel even geld. We good, man. Ja, dus Valve, als je kijkt, alsjeblieft, wapen je tegen Epic Games. Ja. Dat is de enige manier waarop we gezonde concurrentie gaan krijgen. En Epic, wees geen eikel en werk gewoon aan je features. Precies. Epic Games... probeer de industrie niet te naaien. En Valve probeert te voorkomen dat de industrie genaaid wordt. Damn. Dit is niet alleen een talkshow voor ons. En dat jullie mee in kunnen praten. Het zijn ook gewoon tips voor Valve Epic. Het moet van twee kanten komen. Ja, Want concurrentie, ik bedoel... Concurrentie is goed. Sure. Maar dat komt van twee kanten. Ja. Dus Steam is niet gewend aan concurrentie. Epic biedt concurrentie, maar te agressief. Ja, misschien inderdaad niet... Niet pro-consumer op precies. Alle punten. Dus dat, nou ja, goed. Het is een verhitte discussie. Het maar ik vind het leuk om even zo te extrapoleren. Waarschijnlijk gaat in de komende maanden gaan we ook wel echt meer van dit soort dingen zien. Epic blijft nog wel even wat exclusives opkopen. Ik ben benieuwd welke volgende franchise nu gaat vallen ervoor. Ubisoft heeft gezegd, wij vinden Epic tot dusver wel tof. Dat van The Division gaan we misschien vaker doen. Borderlands. Gearbox heeft aangegeven van, wat is er mis met exclusives? Ja, dus er gaat hier de komende tijd nog echt wel iets mee gebeuren. Maar we zijn vooral
benieuwd wat jij ervan denkt. Heb jij nou zoiets van, nou, Epic gaat winnen of Steam gaat winnen? Laat het ons weten, geef argumenten, praat lekker mee. Kraak ons af, ook vriendelijk. Gabe, als je kijkt, weet je, we mailen wel, bel me. Ik wacht op de check. Ja, voor dit fantastische idee. Van gewoon, oh, we moeten iets doen tegen Epic. Ja. Dat is slim. Get that guy some money. Ja. Hoe dan ook, bedankt voor het kijken. Praat vooral mee. En als je zelf een leuke stelling hebt voor volgende week, laat het vooral weten in de comments. En misschien zitten we hier volgende week wel met twee andere redacteuren te lullen over jouw onderwerp. Mike, thanks voor je heerlijke mening. Bedankt voor deze fijne discussie. Ja, ik vond het ook fijn. Ja. Tot snel. Tot de volgende keer. Ja. Cheers. Koffie. Hij is inmiddels wel alweer lauw. Nee, voor mij heeft het net iets langer op de plek gezeten.